Op dit moment hebben we nog steeds de werknaam Ouderenplein waar we mee dit nieuwe initiatief binnen het ziekenhuis een naam geven. En wat we hiermee doen is een poging te ondernemen en dan wel gericht op de oudere mensen om eens terug te gaan naar die holistische kijk op die mensen. Dus is... Dames en heren, kom je toch nog eens in de kerk, hè? Ja. Dat is nog wel leuk. Dat idee heeft in zichzelf bij de starters nu al vanzelfsprekendheid. In de zin van, dat had er 25 jaar geleden toch al moeten wezen. Daar praat je niet meer over. We hebben hier ook een fietslabyrinth staan, waar mensen eigenlijk al fietsende door de Almeloze wijken kunnen fietsen. Een mooie omgeving laat zien en wat mensen eigenlijk ook wat minder laat nadenken over de wereld. Terwijl ze fietsen zien ze dus het beeld van de straat. Ja, ze fietsen eigenlijk door de straten. Van Almelo. Ja, dit is de ruimte waar we mensen gezien worden in groep, maar ook wel in individueel. Het is wel heel erg op de doelgroep ingesteld. Misschien ook wel leuk om even... Er wordt ook altijd iets met thema gedaan, dus het herfst, winter gevoel, maar ook nu de zindtijd. Zijn patiënten worden eigenlijk op alle momenten en alle fronten geactiveerd. We hebben daarin een heel uitgebreid therapieprogramma, dagprogramma, waarin mensen steeds op alle manieren, dan wel even uit bed, dan wel op qua geheugen geactiveerd worden. Ja.